Na 5 jaar is het hoog tijd voor de volleyballers van Active Living Orion om weer een Nederlandse hoofdprijs te pakken. Dat moet maandagmiddag op tweede paasdag gebeuren in de bekerfinale tegen het Limburgse Numidia Limax. Gesteund door een Oranje Zee en Achterhoekse supporters moet de trofee in Den Bosch binnen worden gehaald. De afgelopen seizoenen zijn natuurlijk eigenlijk de uitslagen qua prijzen niet zo goed geweest, maar qua niveau en de reguliere competitie heeft Orion het heel goed gedaan natuurlijk. Wij spelen gewoon en benaderen dit zoals iedere andere wedstrijd en hopen dat we er dan bovenuit komen. Wie is in jouw ogen de favoriet? De favoriet? Ja, dan moet ik natuurlijk gaan voor ons. We gaan uit van onze eigen kracht en wij gaan ervan uit dat als wij ons niveau halen, dat we dat tot een goed einde gaan brengen. Tegenstander Limax is de nummer 4 in de competitie. De afgelopen jaren had het herenvolleybal met Orion, Dynamo en Lycurgus een duidelijke top 3. Maar Hoge Bavel onderschat de Limburgers niet. Ja, ik denk dat Limax de laatste jaren heel veel stappen heeft gemaakt. En dit jaar ook weer een heel goed team neer heeft gezet. Volgens mij winnen ze dit weekend ook weer van Dynamo. Ze hebben al eens van ons gewonnen. Eigenlijk zou je meer van een top 4 kunnen spreken dan een top 3 in mijn optiek. It's a really hard team to play because they're really good in block defense. Like we are also. Like, and so you really need to hit the hard ball hard there. Like 3-4 times even in one rally. Net als in de halve finale worden Orion supporters opgeroepen om massaal in de clubkleur oranje naar de wedstrijd te komen. De Finse diagonaalspeler Kais Laisalo stond in Griekenland, België en Finland al in de bekerfinale. Hoewel het zijn tweede seizoen in Doetinchem is, voelt hij de honger naar succes. I could for sure feel that in semifinal, especially the last semifinal here when we had all the club support, all the orange dressed people gave me goosebumps when we were playing. Like it was really amazing. And also like the fact that we came down, we were really a lot of behind against Lycurgus. We were like 17-12 behind in the decisive set. Still we came through. That tells something about our will also. Like we really want to be in the cup final. And this team that we just won was like 7 years in a row in cup final. And now they are gone. So I think that tells about our ambitions. En wat zou het voor jullie betekenen om eindelijk weer een nieuwe banner op te kunnen hangen in de eigen hal? Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Je kan het zien als een soort beloning voor je harde werken. Dus we zijn elke dag hard bezig om onszelf te verbeteren, het team te verbeteren. En als je dat dan kan belonen met een prijs, dan zou dat geweldig zijn.